Jansen. Oké, alles. Alles heeft te leveren. Alle gele lampjes alsjeblieft te leveren. Goedemorgen mevrouw Spaans. Goedemorgen. We staan hier in de prachtige Broekenkerk. Ja. En er is een heleboel spullen en een heleboel mensen. Waarom? De kerk moet dus goed onderhouden worden. Dat kost kapitalen. En daar doen we dit allemaal voor. Ja. We zijn de hele zomer open. Dan verkopen we ook boeken. Van 10 tot 4 kan je hier terecht voor de boekenverkoop. En ja, wat frutsels, aanzichtkaarten en weet ik het allemaal. En we hebben dus deze grote dag. Dan slaan we een klapper. We hebben meestal 6.000-7.000 euro. Dat is een nette opbrengst. En waaraan gaat het meestal ten goede? Dit is voor het restauratiefonds. Dus echt voor het onderhoud van de kerk. De binnenwerk en de buitenkant? Ja. En hoe verloopt de organisatie? Bent u druk met ophalen in de maanden hiervoor? Nee, het gaat fantastisch. We hebben zo'n goede ploeg. Want soms denk ik, nou, we hebben te weinig mensen om dit te bemannen. Maar het waren dit jaar allemaal nieuwe aanmeldingen. Ik wil ook zo graag meedoen. En nu wil ik me toch opgeven. Dus we worden natuurlijk een beetje ouder allemaal, die mensen die hier zijn. Maar we hebben nu heel wat jonkies erbij. Dus gewoon hartstikke goed. Het loopt als een trein. Ze doen het allemaal graag. Ja, nou, ik zie het ook wel. Want het zijn een heleboel mensen. Een heleboel mensen die weer... Weet u dat er ook mensen zijn die specifiek bepaalde dingen zoeken? Of, Nou, bij de boeken dus wel. Ja. Bij de boeken wel. En ja, er komen hier ook veel handelaren. Ik bij de cd's natuurlijk. Ik heb net een meneer gehad, die kocht voor 140 euro. Nou, dat zal niet allemaal voor zichzelf zijn. Die zal er gerust wel wat van verkopen, maar dat is toch prima. Ja. Wij moeten er vanaf. Ik heb nog genoeg thuis. Ja. En voor hoeveelste keer is dit vandaag georganiseerd? Geen idee. Maar het gaat al wel een tijdje terug. Al heel lang, zeker 20 jaar denk ik, dat we het al doen. En ik merk gewoon, het Broek is heel erg in. Dus je hebt van die mensen die gaan al die rommelmarkten af en die kofferbakmarkten. Maar Broek, daar, vanmorgen was het nog op Radio Noord-Holland, wordt er dan speciaal nog vermeld. En ze komen allemaal naar Broek. Heel graag naar Broek. Ik ga ook een kijkje nemen. Dank u vriendelijk. Ik hoop dat u iets leuks vindt. Ja. Nou, we gaan nog een rondje maken naar de mensen. Nou, ik ga meteen maar even naar u mevrouw. Zoekt u specifieke boeken? Nou, niet echt. Nee. Maar gewoon wat romans of wat over Waterland. Voor mijn man, zoekt altijd voor ijsschuiten, zoekt hij altijd artikelen of over schaatsen. Dus daar zoek ik ook wel met mee. Dus voor de rest gewoon lekker snuffelen. Ja, nou, en voor die onderwerpen zit u in de juiste regio. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dank u vriendelijk. Ja, oké. Okay. Dat is voor een goed doel ook, hè? Ja. Nummer 50. Hij heeft een mooi cd'tje gekocht net, zag ik. Wat heeft u gekocht? Een cd'tje. Van de Big Band Classics. Ja, dat heb ik jaren gespeeld. Heeft u dat zelf in de band gezeten? Ik heb zelf in een band gezeten, ja. En, de feestmars van Van der Glas. En daar trok u het land mee door? Ja, door Monnikendam. Nou, dat is een heel eind. Jaren, heb ik jaren ingespeeld. In Olympia. Heel mooi. Ja. Ik ken het nog wel hoor. Dus als u, en welk instrument bespeelde u dan? Een pistonnetje. Ik weet helaas niet wat een pistonnetje is. Een pistonnetje is kort en een trompet wordt wat langer. En je hebt nog een cornetje. En met hoeveel mensen, mannen, vrouwen, zat u in de band? Nou, vrouwen niet veel. Mannen geweest. Ja. En nu nog even thuis een muziekje draaien strakjes. Nou ja, je moet toch wat doen. Ja, toch. Ik ben nog maar alleen dus uiteindelijk. Ik ben mijn vrouw al kwijt. Ja, al 10 jaar. Dan zetten we straks een muziekje op, toch, meneer? Hé? Dan zetten we daar straks een muziekje voor op. Ja, misschien wel. Ja. Ik zie wel. Dank u wel. Oké. Okay. Goedemorgen, omroep Pim. Ja, hallo. Doet u al lang hier achter de stand staan in de Broekerkerk? Ja, ik ben zoveel jaar alweer. Ik denk een jaar of 20, denk ik, ja. Wat maakt het leuk? Nou, ik vind het heel leuk. De voorbereidingen vind ik heel leuk. Dat je het echt met elkaar doet. Het is heel belangrijk hè, om het gebouw te bewaren. En het is wel grappig dat ook heel veel niet-kerkse mensen ook meehelpen. Dat voor iedereen belangrijk is dat het gebouw bewaard blijft. Hè. Ja, dat is eigenlijk voor de Broeker gemeenschap belangrijk. Eigenlijk wel, ja. Ja. En dat wil men ook, hè. Ja, dan moet er wel geld komen. En dat is er gewoon te weinig. Nou ja, dan, u bent volgens mij vandaag, heeft u al goede zaken gedaan. Precies, ja. Ja. We zijn altijd benieuwd wat het weer oplevert, hè. Ja, uiteindelijk, ja. Ja, dank u. Ik
Goedemorgen, gaat de verkoop goed? Ja, het gaat prima. Ja, ja, ik zie hele mooie spullen. Ik zag net dus een prachtige vest en mooie sjaals. Oh, we hebben van zulke mooie dingen. Nee, het is helemaal super. Ja, ja. Verschilt dat per jaar wat u aan kleding heeft en ja, de kwaliteit? Elk jaar verschillend. Ja, is echt heel elk jaar verschillend. Ja. Ja. Ja, en vooral in die hoek, daar is het ook heel druk. Dat is met de tassen en de laarzen en de schoenen daar beneden aan. Ja, zeker. Ja. De dames kunnen hun lol op. Ja, zeker. We kunnen echt onze lol op. En wij ook, hè. Ja, hè? Want doet u het al lang hier als vrijwilliger werken? Ja, ja, ja. De meeste mensen die hier helpen, die zijn er elk jaar. Die doen het ook al zo lang. Ja. Dus, en het is leuk om te doen? Het is echt leuk om te doen. Ja, er zijn altijd weer heel veel bekende gezichten die elk jaar weer terugkomen. Dat is heel leuk om te doen. En hoe lang zijn jullie bezig met de voorbereiding vooraf? Nou, het is zo dat de meubels die kunnen ook al die kunnen gewoon een maand van tevoren gebracht. Oh nee, die kan je bestellen. Dan komen ze kijken of ze ze hebben willen en zo. En de boeken die worden ook het hele jaar doorgebracht eigenlijk. Ja. Ja. En nou, donderdag zijn we begonnen om hier in te ruimen. En dan staan de tafels klaar en dan. Elk jaar is het zo'n beetje, de kleding is dan in deze hoek en het andere werk is daar. Dus ja, dus echt heel leuk. Ja, een volle kerk en nu eens een keertje niet met mensen, maar wel ook met mensen en een heleboel spullen. Ja. En maar morgen weer, dan is het weer echt kerk hier. Hè? Morgenochtend om 10:00, dan wordt het echt weer helemaal gebruikt als kerk. En dan herken je het niet meer hoor, dan is alles weer helemaal opgeruimd. Ja, voor jullie een drukke dag. Ja, zeker, maar we vinden het allemaal heel erg leuk. Dank u vriendelijk. Oké. Okay. Wat ben je allemaal voor wat bent u allemaal voor moois aan het bekijken? Ja, ik zoek een jasje voor mijn kleindochter. En die wil dat niet weten natuurlijk. Bel, kom eens hier, de buurman. Kijk, maar is er iets moois bij? Laat eens zien, wat hebben we hier? Oh. Het is hier echt goed druk hoor. Verschrikkelijk. Ja, maar ja, je hebt verschrikkelijk. En misschien net dat ene jasje ertussen zitten, toch? Nee. Maar ik heb net een ding van IKEA, dat stond hier. Maar dat hebben ze vast gepikt bij IKEA vandaan, denk jij niet? En gaat u verhuizen dan? Nee, maar dat doe ik altijd klei op. Oh. Ik doe beeldhouwen, boetseren en zo. En dat is nogal vrij zwaar. Ja. En ik denk, kan je mooi klei op doen. Handig? Ja. Goh, nou, unieke vondst, denk ik zo. Ik ben er heel blij mee. Maar een rommelmarkt wel niet goed voor is, hartstikke goed. Ja. Dank u wel. En u staat bij allerlei kantwerk te kijken. Zoekt u iets speciaals? Nou, ik zoek eigenlijk leuke motiefjes. En dat wil ik op een creatieve manier verwerken. Wat doet u daarmee, mag ik vragen? Nou, ik heb wel eens een glazen pot. En dan knip ik bijvoorbeeld zo'n sterretje uit en dan plak ik erop. Of hier, dit dingetje. Ze moet een beetje een leuk, vriendelijk motiefje zijn. En dan maakt u er vervolgens weer iets nieuws van? Nou, dat vind ik leuk om een bloempot te versieren of zoiets. Leuk, creatief. Ja. Nou, hartstikke goed. Succes in de zoektocht. Nou, dat gaat vast lukken. Ja, hè? Ja, ik vind deze alleen een beetje te geel. Ach ja. Nee, maar kan hij niet in een bleeksopje dan? Nou, dat ga ik proberen. Ja. Ik weet niet wat het kost. Dat ga ik ook informeren. Ja, ja, precies. Ik kom even naast u zitten, want het ziet er allemaal zo gezellig uit. Oké. Okay. Lekker kopje thee. Heerlijk. Bent u al vroeg onderweg of vroeg gestart vandaag? Nee, ik woon hier vlakbij. Mijn vriendin is vroeg uit Diemen gekomen. En speciaal voor de rommelmarkt hier naartoe gekomen? Ja, vanuit Diemen hier naartoe voor de rommelmarkt. Heeft u al leuke dingetjes gescoord? Ja, je zit er bijna op. Ja, ik zit erop. Ja. Wat gaat me ermee doen? Olielampjes zijn het. Oh. Er zitten nog pitten in, dus je kan zo olie ingooien. Dus voor de zomeravonden die komen gaan? Ja. Ja. En heeft u ook nog wat speelgoed? Een hele hoop kinderspeelgoed. Wat tussen mijn benen hier. Ja, we hebben leuke dingen gekocht en we gaan zo weer verder, want er is zat. Ja, dat is goed. Er is echt heel veel. Kom je vooruit Diemen hier naartoe, echt? En elk jaar weer of is dit de eerste? Ze woont hier voor het eerst dit jaar. Een nieuwe broekerbewoonster. Een nieuwe broekerbewoonster, ja. En dan meteen vandaag in de kerk. Het is wel een mooi plaatje zo met al die spullen en in de kerk. Ja, ze sleept mij mee. Ja. Ze sleept mij mee. Ik loop wel achter eraan. Alle bewonderswaardigheden hier in de buurt. Leuk hoor. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat hij straks. Dan ga ik je straks nog even bekijken als u weggaat met alle tassen vol.
Dank u vriendelijk. Graag gedaan. De aanhangwagen ziet, dan is die van ons. Ja. Geniet. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Ja, is hij goed? Is hij goed, de maat? Nou, ik denk het wel. 44. Zit elastiek in. Een mooie rek. Dus rekt op. Ik denk dat die verkocht. Ik ga kijken wat die meiden ervoor vragen. Ja, ik begreep van u, mevrouw, mag ik even wat dichterbij komen staan, dat u het al heel lang doet hier in de kerk helpen met deze dagen. Ja, dat is wel zo. Ja. Van begin af aan. Ja? Ja. En hoe lang is dat? Nou, dat weet ik niet. Ik tel ze nooit op. Nee. Nee. Waarom zou het? Ja. Ik sta altijd mee altijd tussen de tafels. Maar het gaat nou niet meer. Nee. Want hoe oud bent u als ik vragen mag? 84. Ja, toch wel. Ja, dus, nou kijk ik alleen een beetje wat ze doen. En dat is, die verkoopt het, hè. Want die kent ook niet meer zien. Dat is het ergste. Ja. Daar sta je mee op en je gaat ermee in de wit, zeg ik dan. Ja. En wat is er leuk hier? Waarom bent u elk jaar weer teruggekomen om hier te helpen? Nou ja, dat ligt er eenmaal in. Ik ga altijd ook naar het watergang toe. Dat vind ik ook altijd erg gezellig. Ja, dat, ook helpen? Ja, maar dat is makkelijker als hier. Waarom is dat makkelijker? En nou, we hebben een aparte tafel en dat zijn enveloppen met nummertjes erin. En is het altijd prijs. Dus dat is altijd wel leuk. Ja. Maar jij is ook veel kleiner, hè? Ja. Maar ook gezelliger. Ja. En, nou, tot eind toe hebben ze dat hebben ze gedraaid. We zijn een hoop taarten hadden ze. Nou, en daar bleven ze gewoon voor. Ja, dat was mooi. Ja. Nou, en er zijn weer genoeg mensen op de voeten en op de benen, bedoel ik, vandaag om hier te zijn. Leuke drukte. Oh, een hele hoop. Ja. Ja. Ja, ja. Ik denk wel dat het meer zijn dan vorig jaar. Ja. U heeft een rok? Ja, ik heb hem gekocht. Een goed prijsje? Ja, €1. Nou. Maar het is voor een goed doel, dus ik heb er wat meer van gemaakt. Een goed hart, dank u. Het is onze kerk, hè? Ja. En die moet in stand blijven. Daar doen we het allemaal voor. Ja, zeker weten. Ja, zeker weten. Ik kijk er elke dag naar. Wanneer zien jullie dit uit? Ja, waarschijnlijk over 2 dagjes of anders via het internet. Ah, ja, maar die heb ik niet. Heeft u niet? Die kinderen, kleinkinderen, nee, buren? Heb ik ook niet. Nee? Nee, ik zoek de Pim op 's avonds. En dan denken ze, eens kijken wat erop staat. En dan voor de rest vind ik het wel. Elke vak, gewoon sport op. Want dat is rustiger om te kijken. Ja. Maar ook om het andere. Ja. Ja. Maar dat kijken en hou je goed. Nou, dat hoop ik. Ik hoop het volgende keer. Ja, ook nog kindje lopen in, maar ik weet het niet erg. Ja. Goedemorgen. U bent druk met taart. Ja. Maar u bent de koster, toch? Ja. Van de kerk. Ja. Hoe gaat het vandaag? Ja, hartstikke druk, hè? Ja. Ja, zoals het hoort. Ja. Ik bedoel, daar zijn we erg blij mee natuurlijk. We zijn al een hele tijd bezig om het aan het voor te bereiden. Met allemaal vrijwilligers. En als je dan het resultaat ziet, ja, dat is gewoon geweldig, hè? Ja. Waar bent u nu mee bezig? Appeltaart. Dat gaat erin als koek. Voor het natje en het droogje? Voor het natje en het droogje, ja. We nemen vanmiddag nog even een borreltje op afloop, denk ik. En een bitterballetje. Ja, dat hoort er allemaal bij. Het moet een leuk evenement zijn. Ja. En tot hoe laat duurt het vandaag? Ik heb begrepen dat om 3:30 de Noppers uit Volendam kwam. En die gaat kijken van wat ze nog kunnen gebruiken. En die mogen dat dan weer meenemen. Dan hoeven wij dat niet op te ruimen. En de rest dat gaat dan toch wel in de container. Want ja, we hebben geen ruimte meer om dat op te slaan. Nee. En om zondagsmorgens de kerkgangers tussen de oude meubeltjes te laten zitten. Nou ja, we bouwen banken genoeg natuurlijk. Ja, hè? Ja, want morgen gewoon weer kerkdienst. Morgenochtend hebben we gewoon weer kerkdienst. En dan komen ze binnen en dan zeggen ze, hè, was je gisteren toch rommelmarkt? Ja, en dan ziet het er weer netjes uit. Grote stofzuiger hebben we weer even aangeschaft.
Zodat we alle de stoffen een beetje van de vloer en de puzzelstukjes en de stuiters en de knikkers, wat er altijd wel op de grond valt. Want ja, je mag niet gaan vegen in de kerk, want dan gaat het te veel stuiven. En dan moet het orgel weer schoongemaakt worden. En dat kost ook weer een hoop geld. Aan alles wordt gedacht. Aan alles wordt gedacht. En dat is in de loop der jaren met de ervaring wel opgeslagen in de harde schijf. Nou, een goede dag zo. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Nou, leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Ze komen warm uit de koelkast.